De werkgroep Onbeperkt Meedoen, waar mensen met een beperking, maar ook mensen die ervaring hebben met mensen met een beperking in zitten, gaat al zo'n 5 jaar de feesttenten en kermissen in de gemeente Oude IJsselstreek af. Ze controleren hier evenementen op toegankelijkheid. Zo ook bij de kermis in Gendringen. Dan gaan we kijken hoe de toegankelijkheid is over het terrein, in de tenten. En is er een mogelijkheid voor mensen met een rolstoel om naar het toilet te gaan en dat soort dingen. En dan gaan we tips en adviezen aangeven. Het doel van de werkgroep is vooral bewustwording. Ze zetten verschillende organisaties aan het denken. Ja, toch wat breder kijken dan je eigen vriendenclubje normaal of je eigen leeftijdsgroep waar je toe behoort. Mm-hmm. Toch rekening houden met dat ook mensen zijn die minder valide zijn en overal kunnen komen. Ja. Ons streven is dat er nooit meer over gepraat hoeft te worden. Dat het gewoon normaal is dat iedereen overal kan komen. Ja. Maar dat is even werk aan de winkel. Volgens Splithof is de werkgroep dan ook zeker nodig. Ze zijn drukker dan ooit. Daar worden we natuurlijk heel blij van. De bewustwording is natuurlijk een stukje wat wij daarbij brengen. En de organisaties denken er zelf ook beter over na. Hoewel er steeds beter rekening gehouden wordt met minder valide mensen, komt de werkgroep over het algemeen nog dezelfde obstakels tegen bij verschillende feesten. Bijvoorbeeld kleine opstapjes of kabels die over een stoep liggen of over weg liggen. Toegankelijkheid naar het toilet toe. Is er gezicht voor iedereen? En allemaal van dat soort dingetjes. Dus kun je bij de bar kun je daarbij dat soort dingetjes. Na het bezoek van vorig jaar aan de Gendringse kermis heeft de organisatie al het een en ander aangepast. Nou, het prikkelarme uurtje zijn we dan mee begonnen. Dus dat is al een aanpassing geweest. Ja. En opzet van terrein, zoals de drempels, de tent in. Een invalide toilet hebben we dan dit jaar weer voor het eerst erbij. Dus dat zijn wel dingen die we van hun opgepikt hebben en waar we wat mee doen. De groep gaat steeds gestructureerder te werk. Waar eerst willekeurig werd gekeken of er verbeterpunten waren, komt er nu een checklist. Volgend jaar gaan we echt met die checklist werken. Dan wordt ook met een vergunning aanvraag, krijgen ze een checklist vanuit de gemeente. Daar staat ook bij dat ze van ons gebruik kunnen maken. En zoals nu hebben we er eentje meegenomen en die geven we af. En het is niet moeten, het is geen verplichting, maar het is gewoon om die bewustwording te brengen.